Maatschappijleer 2, hoofdstuk 8, politieke besluitvorming. Politieke besluitvorming bestaat uit 4 fasen. Het erkennen van politieke problemen, bepalen welk probleem prioriteit krijgt en zoeken naar een oplossing. Fase 3 is de besluitvormingsfase en fase 4 is besluiten uitvoeren. Fase 1, het erkennen van politieke problemen. Mensen zijn voortdurend wensen aan het uiten. Dat wordt gedaan door burgers en belangengroepen. Zo kun je aandacht krijgen voor je probleem. Als genoeg mensen het een probleem vinden, dan vormt dat de publieke opinie. Doordat bijvoorbeeld ook de media daar heel veel aandacht aan besteden, komt het uiteindelijk op de politieke agenda en zal de politiek ermee aan de slag gaan. Fase 2. Prioriteiten stellen. Het ene probleem is belangrijker dan het andere. Dus, wat los je als eerste op? Als dan uiteindelijk de keuze is gemaakt, dan begint de beleidsvoorbereiding. Dit hoort ook nog bij fase 2. We gaan nu oplossingen bedenken. In de beleidsvoorbereiding gaan ministers en ambtenaren oplossingen bedenken voor het probleem. Dit kunnen dus allerlei soorten oplossingen zijn. Er staat dus nu nog niks vast. Uiteindelijk moet er een besluit genomen worden. Dit wordt natuurlijk gedaan, uiteindelijk, door het parlement. De ministers en de ambtenaren hebben hun besluit voorbereid. Ze brengen dat nu in bij het parlement. Die gaan erover stemmen. Ze keuren het besluit goed of af. Belangengroepen proberen daar nu natuurlijk invloed op uit te oefenen. Uiteindelijk wordt er een definitief besluit genomen en wordt er naar fase 4 gegaan. En fase 4 is dan het uitvoeren van dat besluit. De minister is daar verantwoordelijk voor en kan daar dus op worden aangesproken door de Tweede Kamer. Fase 5. Als je de politieke besluitvorming in een cirkel zet, dan zie je eigenlijk dat er misschien wel een vijfde fase is. Je ziet hier nu tussen staan terugkoppeling. Op het moment dat een besluit wordt uitgevoerd, hebben mensen daar allerlei op- en of aanmerkingen over. De een die vindt het goed, de ander vindt het slecht. Dit noemen we terugkoppeling. En eigenlijk, als jij zegt dat je iets goed vindt of iets slecht, ben je dus weer een wens aan het uiten. Vandaar dat wij die terugkoppeling ook wel fase 5 noemen. Invloed op het besluit. Verschillende partijen hebben invloed op zo'n besluit. De ambtenaren natuurlijk, die helpen bij het opstellen van zo'n besluit. Belangengroepen, die voor hun belang proberen op te komen. De politieke partijen uiteraard, zeker die samenwerken in de coalitie. En ook daar moeten ze dus weer onderling eruit komen. En natuurlijk de media, hoeveel aandacht wordt er ergens aan besteed. Oplossingen in Nederland. In Nederland zijn alle oplossingen compromissen. Dit komt omdat geen partij alleen de meerderheid heeft in de Tweede Kamer.